Ja, yeah, you ready? Ja. Het slopen van een auto zonder in een politiecel te belanden. Ideaal. Maar waar begin je? Wow! Oh. Wel slaan, schouder. Zo krijg je de frustratie nog niet bij. Oh, sorry. Het is heel bevrijdend, maar toegegeven, het is nog veel leuker als je weet van wie die auto is. Nou, wij kunnen dit gewoon. Nou, mijn extra raam ging makkelijker hoor. Die had ook zo'n goedkope auto. Die kwam niet door die raam heen. Ik bakte er ook niks van, nee. Oh, kijk, er zit wel een gat in nu. Voel je alles eruit? Kan niet meer. Dit is best heavy, hoor. Ik ben kapot. Ik kom niet meer te sporten. Het is wel even lekker om even iets in elkaar te beuken. Ik had wel verwacht dat je wat harder zou staan. Dat ja, maar, nou een beetje maar, ja, maar dat gaat niet. Ik heb nagels. Ik ben bang dat mijn nagels breken. Oh. Ik wil ook. Ah. Ah. Oh, maar dan wil ik ook deze, maar. Hoe kan dat? Er zit gepanzerd glas in, man. Ga eens opzij. Dat is niet goed. Oké, okay, let op. Oh, die slaat er echt op los. Maar die zit volgens mij meer met frustraties te kijken dan ik. Waarom heb jij frustratie? Ja, genoeg. Dat is beter voor mij dan voor jullie. Nou, hallo, bewaar nog wat voor ons. Ik heb gewoon van het afgelopen 2-3 jaar heb ik gewoon ontzettend veel frustratie en dat is er even uitgekomen. We hebben dat dan bedacht voor loon, maar stiekem in mijn achterhoofd dacht ik zoiets van ik wil meerammen. Nou, dat is geluk. Oh! Oh, die beeld. Oeh. Sta je? Pas op voor je voet, hè, schat, want dit is glas. Kijk uit, hè. Finish hem. Oh, kut, mijn nagel. Ja, ik heb pijn gedaan. Wie had een seconde alleen mijn nagel is kapot. Ja, ik voel echt woede hier, hoor. Ja. Kom, sla de voorlampen eruit. Och, dat is plastic. Autosloepen is wel eigenlijk gypsy, maar meer voor de mannen, niet voor de vrouwen. Wij doen poetsen en de mannen doen ezor. Als jij je auto wegbrengt naar de sloop, ik denk dat je voor dat autokarton nog €250 terugkrijgt. Oh, kijk, dat weet zij weer. Dan kijk je uit voor je pootje, zet je daar weer het gipsje. Ik heb toch al alles gebroken gehad, maak het uit. Niet normaal hoe vaak je moet slaan voor een deuk erin te krijgen. Nee, is niet normaal, hè? Echt? Het lijkt wel de auto van James Bond. Mijn stress en mijn agressie is weer ietsje gezakt. Dus we kennen weer door, op naar de bruiloft. Het voelt wel even heerlijk om alle frustratie eruit te doen, hè? Nou, dat is eruit. Oh. Kijk Luisa en Roan de Italiaanse bruiloft bij TLC.